Weet ik niet. Ik ga even een berichtje maken. Hoi hoi. Is het gewoon www.maatliefje.nl toch? TV hè? Ja, dus het heet Rotterdam. Hey, www.maatliefje.tv Rotterdam is een telelike. toch? Zeg je? Maatliefje.tv toch? www.maatliefje.tv toch? Alleen hoe zie ik dat nou ook weer? Ik moet even weer wennen hoor. Maar ik zie nog geen. Oh ja, zo natuurlijk, ja. Oeh, dat is wel weer even raar. Ben ik dan automatisch ingelogd? Nee. Oh nee. Ja, maar klopt dan de link die ik dan zelf heb getypt op. Dit is de link. Oh, oké. Okay. Dan verander ik die even. Hier. Nou, Werken. het is op zich goed hoor, maar ik bedoel hier. Opslaan. Nou. Ziet Peter is online Oh shoppen. ja. Oh jongens, sorry. Ik weet nog alles. En ik hoor mezelf ook nog. Dus we zijn even aan het testen hoor. Het is weer even chaos. Maar nee, ik Je kan hoef even niet in te meekijken. loggen. Maar ik hoor mezelf. Ja, dat komt omdat je. Ik zal even zien. Als je iets irritant vindt. Hé, hey, Von. Ah. Nou weet je, het is echt de reden. Ik heb natuurlijk 5 dagen op de Credo gestaan. En zo, nu hoor ik mezelf niet meer. Ik heb 5 dagen op de Credo gestaan en ik heb zoveel reacties gehad van joh, wanneer kom je weer op Twitch? Wanneer kom je weer op Twitch? Dat ik echt dacht van, het is nu 2,5 weken verder, maar het zit zo in mijn hoofd dat ik dacht, maar de hele opstelling en zo was even anders, want de camera was even naar mijn werk gegaan. Dus al die instellingen waren even anders en mijn computer is ondertussen opnieuw geïnstalleerd, dus. Daarom zeg ik ga eerst even testen of alles wil. Wat loop ik tegenaan? Wat gaat er wel goed? Wat gaat er niet goed? Dus als het anders is als anders, geef het ook even aan. Of het geluid goed is, of het beeld goed is. Of nou ja, join the club. Ja, Yvonne. Ik heb gisteravond een heel lang gesprek met Henk gehad. Gaan we Facebook live doen of blijven we bij Twitch? Mijn persoonlijke mening daarover is dat ik op Twitch blijf. Ik vind Facebook Live A te commercieel. Dat wil ik gewoon niet. Ik wil gewoon gezellig knutselen. En het gaat mij niet om het aantal kijkers en het gaat mij niet om een commercieel belang. Ik wil gewoon gezelligheid. Ik wil gewoon het idee hebben dat jullie allemaal bij mij in de kamer zitten en gewoon gezellig kletsen over waar we dan ook gaan kletsen. Over gaan kletsen. Hè? Maakt me niet uit. We hadden altijd vroeger hele gesprekken van wat ga jij eten, wat ga ik eten. Weet je, dat vind ik het leuke van Twitch. En wat ik vooral zie op Facebook is dat het gewoon zo commercieel is. En dat is niet wat ik wil. Dus dat is de reden dat we lekker bij Twitch blijven. Minder kijkers, maakt me niet uit. Ik wil gewoon gezelligheid. En ik wil gewoon weer. Weet je, ik mis jullie ook. Het gezellig kletsen. Ja, de interactie met elkaar, zeg maar. Knutselen. Samen is zoveel leuker dan knutselen alleen. Al zie ik heel veel reacties. Ik ga even lezen. Hey Ingrid, Antoinette, leuk. Ah, ik vind het wel leuk dat jullie er allemaal zijn hoor. Ja, Yvonne, ook dat is wel een nadeel dat Facebook Live inderdaad wordt het te druk omdat er veel mensen online komen. Dan hapert Facebook, begreep ik inderdaad wel vaker. Dat heb ik natuurlijk met Twitch niet. Ja.
Dat voorkomen we inderdaad. Ja, ik heb een hele andere man ondertussen naast mij. Je moet er voor de gein even op de foto zien. Dan herken je hem niet terug. Hey, Mario. Mario. Marit. Oh ja, dat is makkelijker kijken, ja. Ik sleep jullie even van die kant naar deze kant. Zo. Nou, leuk dat jullie het gezellig vinden dat we er even weer zijn. Hey, en zelfs Bob is er ook nog. Gezellig. Samen knutsel je sterker, ja. Zoiets, ja. Vandaag ook een hilarische werkdag gehad. Dus dat zullen jullie volgende week wel zien waarom mijn dag vandaag heel hilarisch was. Ik weet zeker, volgende week kunnen jullie ook echt lachen. Want ik heb heel veel lol gehad vandaag. Oh, was Bob er vanaf minuut 1 alweer bij? Ja, kun je nagaan. Jij krijgt waarschijnlijk ook melding. Kloep, Madeliefje. En toen dacht jij waarschijnlijk, hè? Serieus, Madeliefje? Maar ik zag dat jij heel veel op reis was geweest op Facebook. Ik weet niet waar je allemaal bent geweest, maar volgens mij heb jij de hele wereld gezien. Oh, jullie krijgen allemaal nog mail op het moment dat ik online kom? Oké, okay, ja, dat is grappig. Nou, wel leuk. Nou, het is niet zo dat ik nu zeg maar er weer 3 dagen in de week ben en ik zet hem gewoon aan wanneer ik zin heb en ik wil geen vastigheid of zo. Het is gewoon de ene week is het heel erg druk op mijn werk, dan zou ik er ook absoluut minder zijn en soms weer wat vaker, weet je. Ik zie het wel. Ik ga nu in ieder geval gewoon lekker kleuren, omdat ik dat gewoon heerlijk vind om te doen. En dat doe ik nog steeds ouderwets met mijn clean colors. Daar ben ik niet in veranderd. Ja, weet je. Oh, jij krijgt ook mail, Ingrid. Ja. Nou ja, dat is wat ik gewoon ook gewoon gemist heb. Gewoon het samen knutselen. Ik zit hier alleen op, dat is dat niet waar. En Henk zit naast mij. En Elisa heeft haar vriendinnetje ook. Zijn hier ook gewoon gezellig. Dus je hoort af en toe wat gerommel op de achtergrond. Maar. En nu hoest er eentje heel hard. En ze hebben pepernootjes aan het eten, dus. Ik heb de markers van Studelight nog niet gebruikt. Nee, Yvonne, ik heb ze nog niet. Ik heb wel gezien dat ze er zijn, zeg maar. Maar ik heb ze nog niet geprobeerd. Nee. Is wel volgens mij op waterbasis. Hongkong en Cuba in 1 jaar tijd. Ja, zie, dat bedoel ik, Bob. Oh, Cuba. Hongkong lijkt me wel heel apart, hoor. Oh ja, yeah, oh, Henk staat achter mij. Zo die 25 kilo lichter in Nou, huis. nah, je moet hem niet alleen zijn hoofd, het hele lichaam is heel anders. Ik had niet eens door dat hij achter me stond, kun je nagaan. Ja, jongens. En het regende vanmiddag hier ook nog eens een keer keihard. En ik kwam net van mijn werk terug. En Henk die had me opgehaald van het werk. En we zijn gewoon 10 minuten in de auto blijven zitten. Want we dachten echt van, oké, okay, hier gaan we niet doorheen. Nu is het droog. Zijn ze ook allemaal klein daar, die Chinezen in Hongkong, naar Hongkong? Allemaal kleintjes? Ja, ik ben zelf ook inimini hoor, dus. Mijn Siggies zijn nog steeds niet leeg. Nee, sterker nog, hè, Yvonne. Ik heb ook nog nooit een nieuwe erbij gekocht. Het is niet zo, wat ik bedoel, die huidskleuren, nou ja, die gebruik ik natuurlijk. Nou, op het moment niet dagelijks, maar wel heel veel. Maar ik heb hem ook nog nooit hoeven te vervangen. Nee, ze blijven ook gewoon echt goed. En nattig, zeg maar. Dat is vooral belangrijk. Dat mengt het mooist. Nou ja, voor de rest is er niet zo heel veel veranderd, jongens. De kleuren blijft zoals het kleur is, hè? Het was wel te denken, misschien dat ik eventjes een. Ik vind het altijd leuk om een doelstelling te hebben om een projectje te maken, hè? Dus nu is mijn Maretje zondag jarig. En normaal maak ik voor iedereen altijd die op haar feestje komt, familiefeestje, altijd voor de neefjes en de nichtjes en de vriendinnetjes,
een kleinigheidje, maar dat heb ik dit jaar doe ik dat niet. Maar ik kan misschien al wel vast beginnen om voor de kinderfeestje. Doe ik ook altijd als bedankje iets leuks meegeven. Dus daar kan ik al wel vast mee beginnen. Ik denk dat we haar kinderfeestje lekker van de zomer doen. Want het is zo druk. Sinterklaas. Maartjarig. Kerst. Hoe is het trouwens met beestjes tellen? Je hebt op zich niet zo heel veel last van mijn haar. Anders zoom ik hem iets uit hoor. Maar ik denk dat voor jullie is het altijd leuker om het ingezoomd te zien. Alleen ik hang altijd graag ervoor, hè. Ja, maar Bob, ik ben ook klein, hè. Dus volgens mij zijn ze gewoon mijn lengte. Ik ben krap 1,58. Dus ik ben ook echt een mini mens. Daarom heb ik ook altijd hakken aan. Ja, blanke blonde mannen. Ja, je zou wel opgevallen zijn, ja. Oh, lachen. Ja, Mirjam, ik pak ook eigenlijk altijd mijn clean colors. Ik moet wel zeggen dat ik mijn potloden natuurlijk ook nog wel eens gebruik. Maar als ik met potloden kleur, moet ik erover nadenken. En daar heb ik niet altijd zin in. En clean colors, dat is zo eigen. Hey, leuk dat je er bent, meekijkt. Ik ben weer eventjes even aan het testen hoor. Ik zou ook niet langs de remote. Het ging maar meer even om of alles goed liep qua geluid en qua beeld. Of we tegen dingen aanliepen of dat hij foutmeldingen gaf. Of dat betekent in ieder geval dat als ik de volgende keer online kom, dat de instellingen in ieder geval goed zijn. Daar ging het me eigenlijk even om. Toen dacht ik, nou, ik gooi wel even op Facebook dat ik live kom. Maar blijken jullie ook gewoon nog mail te hebben. Maar ik zou het gewoon aankondigen op Facebook als ik zeg van nou, over een uurtje kom ik live. Maar ik ga niet zeggen van ik ben er volgende week vrijdag of zo. Ik kijk gewoon wanneer ik er zin in heb. Ik heb zelf ook hele rode wangen voor mijn gevoel. Dus ik heb de houtkachel naast mij aanstaan. Dus het is lekker warm. Kleuren zijn in het echt wat doffer. Ik ga even kijken wat jij bedoelt, Yvonne. Natasja, ja. Ja, weet je, ik mis het gewoon. Kijk, ik zou uitleggen, en dat is ook gewoon. We hebben even gewoon twee ontzettend zware jaren gehad. Dat los daarvan is dat ik ook hiervoor altijd 2 dagen bij een DA werkte. En deed ik mijn hobby en knutselen erbij. En nu is mijn werk ook een fulltime baan, zeg maar, nou, 26 uur. Dus, maar ik kan mijn werk ook niet combineren met het streamen. En omdat je al 26 uur knutselt in de week, maak je vaak je projectjes. Zijn dingen die nog niet op beeld mogen gezien worden, omdat het nieuwe artikelen zijn of voorbereidingen voor een video. Dus is het toch wel eigen tijd die ik daaraan besteed. En nou, niet na 26 uur per week heb je niet altijd nog even zin om daarnaast nog even iets te gaan maken. Dus het is wel de bedoeling dat ik meer ga streamen, maar het zou niet zo zijn dat ik er weer 3 keer in de week 2 uur ben of zo. Nee, dat geloof ik niet. Maar misschien in de vakantieperiode is weer wat meer, weet je. Het ligt ook even aan hoe het hier thuis allemaal gaat. Oh, sorry. Je was met. Ik dacht dat je het over de clean colors had, dat de kleuren wat over. Ah, het komt misschien ook omdat het weer buiten anders is. Ah, lief hoor, Natasja, dankjewel. Is mijn beeld nu in spiegelbeeld? Ja, inderdaad. Ik zie het aan het logo. Die staat inderdaad gedraaid. Ja, dat zeg ik. We moeten even met die instelling zitten nog even een beetje te prutsen, zeg maar. En ik heb een TL-balk boven me hangen. Dus het is geen natuurlijk licht. Kijk, ik zou hem uitzetten. Dan zie je het verschil. Maar het is dan vrij donker, denk ik. Oh, dat zien we natuurlijk nog niet gelijk. Grappig. Dat duurt even. Jullie hebben vertraging. Ik zit nu waarschijnlijk heel gezellig in het donker. Ja, inderdaad. Damn. Ja, ik kijk Star Trek, Bob.
Ja, maar ik ga geen. Ik kan niet gamen hoor. Man, ik word dan nerveus van Pac-Man of dat soort dingen. Oh, ik vind beeld nog niet eens zo slecht trouwens. Zo. Hey John. Dankjewel. Ik schommel even van heen en weer. Even anders zitten. Oh, je dacht dat ik, dat ik links was. Nee. Nee, ik ben echt rechtshandige. Voor jullie is het beeld verder prima in het donker. Voor mij is het wel echt iets donkerder, maar weet je, maakt me niet zoveel uit. Het was meer ook eventjes gewoon testen om te kijken hoe alles ging. En aangezien ik nou eenmaal kleuren gewoon leuk vind om te doen. Ja, zie, nou heb ik wel slechter. Nee, nog steeds de goede kleurtjes. Ik doe heel even. Ik heb het echt. Ik zit na bijna, nou ja, zeg maar zo'n 4 stappen verwijderd van een houtkachel. Die echt op levensgevaarlijke heet staat. Dus ik doe even mijn vest uit. Het valt me nu pas op dat ik in spiegelbeeld ben. Ja, ik had het sowieso niet gezien. Maar nou kijk ik alleen maar naar de chat. Ik kijk niet naar mijn beeld. Nou, doe maar voor 1 dagje linkshandig. Want mijn linkshandig is echt geen succes. Hey, leuk hè? Nou, speciaal voor jou. Want jij was degene die alleen maar Twitch had. Ik nam jou gisteren nog als voorbeeld, hè? Want ik zei al tegen Henk, ja, ik zeg over Facebook Live, zeg maar. Ik zeg, ja, maar er zijn ook mensen die geen Facebook hebben. Ik zeg dus, ja, Twitch is wel gewoon makkelijker. Ja, niet iedereen kan dan mee chatten, maar dan moet ze gewoon even inloggen. Maar nou, tegenwoordig is die tijd ook. Dat je gewoon in kan loggen. Wil je mee chatten? Prima. Dan moet je gewoon even inloggen. Het kost niks. Ik maak nog even de huidskleurtjes af. En dan misschien dat ik hem van de week dan wel weer gewoon aanzet en een verder kleur. Het is nog geen etenstijd, zeg Henk. Oftewel, je blijft gewoon zitten waar je zit. Ik had meteen afgesproken dat we alleen even gingen testen of alles het deed, schat. Ja, Henk, ik word wel aangepakt hoor. Hij ziet er lief en onschuldig uit, maar ondertussen hoor. Nee hoor. Je kan het niet beter treffen. Nou, je had ook nog terug kunnen kijken, hè? Maar ja, je bent wel te sprake gekomen. Want ik denk letterlijk, echt hoor, maar ik ben sowieso naïef. Iedereen heeft toch tegenwoordig Facebook, maar het blijkt, dat is niet zo. En dit is ook verder terug te kijken, hè? Dus dat slaat zich ook, ik geloof 3 maanden op of zo. Ik weet eigenlijk niet eens meer precies hoe dat allemaal zat, maar. Je kunt het terugkijken. Toch, Henk? Ja, dat is standaard, toch? Dat je het gewoon nog terug kan kijken. Oh, gelukkig. Nu een goed beeld weer. Ja, inderdaad. Kleur in spiegelbeeld is niet. Nou, zou ik je serieus laten zien als ik voor jullie rechtshandig zou schrijven hoe dat eruit ziet? Dat gaat me niet lukken hoor. Maar ik moet even papiertje pakken. Even kijken of mijn. Kijk, ik schrijf voor jullie nu linkshandig. Nou, dat gaat prima. Hè? Ik bedoel, ik kan mijn eigen naam prima linkshandig voor jullie schrijven. Maar als ik dat dus rechtshandig zou doen, in mijn geval linkshandig. Nou, dan ziet het er zeg maar. Zo uit. Nou, als ik het heel rustig doe, dan is het nog wel leesbaar. Oh, dan ga ik automatisch Marit schrijven in plaats van Martine. Maar, nou, Marit, speciaal voor jou. Dus dat is het verschil. De originele rechtshandige voor jullie linkshandige. En andersom. Dus nee, laat mij maar gewoon lekker rechtshandig schrijven. Leuk, Anne, gezellig. Grappig, hè?
Zit een beetje te lezen met jullie. Ja, alles is inderdaad een spiegelbeeld. Jij ziet het gelijk, heel goed. Wij hadden dat nog niet gezien. Dus dat moet ik nog even fixen. Dan de volgende keer kunnen jullie gewoon kijken zoals het is. Ik vind deze wang een beetje uit proportie. Nou, toch nog ook maar even aan het haar nog. En dan ik moet gelijk aan Marit denken. Want ik pak nog steeds altijd oatmeal. heeft al. Ja, klopt. Henk is wel iemand die elke keer zegt: Martine, wanneer zet je Twitch weer aan? En elke keer ik dan zeg: ja, maar, ja, maar. Oatmeal, ja. Ja, lachen. Even kijken hoor. Ik heb een hele donkere bruin. Zit ik heel erg met mijn beeld. Oh, weet je, vroeger had ik twee beeldschermen aan staan. Dan kon ik ook zien wat ik op dat moment deed. Nu moet ik elke keer wachten. Oh, volgens mij doe ik het goed zo. Nee, of ik niet. Of jullie niet beestjes stellen, zeg maar. Ik vind toch zelf met TLM lekkere kleur hoor. Ik hoop dat ik nu een beetje netjes kleur. Verder inzoomen. Nou, dan ga je hem al beestje stellen. Oh, zo. Dit moet ik ook niet doen als ik sa. Wij drinken nu sa. We gaan nu. We hebben sinds nou, een paar weken hebben Netflix. En nu gaan we elke avond gaan we een Netflix aflevering kijken. Henk drinkt altijd een biertje en ik drink altijd een drankje. Maar ik vind alles lekker, dat weten jullie. Ik ben fan van Likeur 43, maar ondertussen heb ik ook de Bacardi Cola ontdekt. Maar het ergste is, mijn schoonvader die had stroorum 80%. Dus hij zegt, probeer dat eens met cola, is heel erg lekker. Maar dat hakt erin. Dus dit moet ik niet meer, ik ga niet meer s'avonds streamen, denk ik. Nou, dat kan wel hoor. Want ik word er wel heel gezellig van altijd met alcohol. Maar dan moet je me niet dit soort kleurwerk laten doen. Want dan komt het niet goed. Gewoon havermout. Oh ja, dat is waar. Ja. Ik pak mijn havermoutkleur. Marit, die ga ik vanaf nu gebruiken. Ja, je ziet. Ja, Patricia, dat heb ik dus ook. Ik durf die pottenpen niet eens meer te pakken. Hey, hey, Joy. Joyce, ja, ik moet wel nog even wennen aan jullie namen weer even hoor. Dat denk ik, oh ja. Poppendijn, Patricia, hè, als ik het goed heb. Ja, dat kunnen we wel een keertje doen, ja. De Stroorum Special Twitch uitzending. Nou, neem van mij aan, hilarisch bij deze. Want daar hoort ook bitterballetjes met mosterd bij. Anders is die avond niet compleet. En we hebben ook nog nooit een frituurpan gehad. Hè? Henk en ik zijn 17 jaar samen. Nooit een frituurpan gehad. En wij wonen immers 3 huizen verder van de snackbar verwijderd. Dus het was ook niet nodig. Maar als we s'avonds nu op de bank een filmpje kijken. Orange is the New Black is de serie die wij op het moment aan het volgen zijn. En je drinkt een drankje, dan hoort er gewoon een lekkere snack bij. Dus we betrapten ons erop dat we elke keer naar de frituur gingen om bitterballetjes te halen. Dat Henk zei, weet je, we gaan gewoon de frituurpan kopen en dan zetten we dat ding buiten en dan kunnen we gewoon onze eigen ballen maken. Ja. Ja, Petra, het is heel lang geleden. Ik denk zeker al 3 kwart jaar, dan lieg ik niet, volgens mij. Twitch heeft reclame? Oh, dat zou ja. Chocolademelkfilmpje moest ik nog maken. Hè. Toevallig, nou, ik zal je zeggen, dat was dus mijn herinnering op Facebook. Zag ik eergisteren of gisteren. En toen dacht ik, oh ja, gut.
Die chocomelreclame. Nee, inderdaad, zijn jullie nog niet vergeten, nee. Oh, goed. Ja, nou ja, dat soort dingen zouden er kunnen gebeuren als we een stro-rum Twitch-uitzending gaan doen. Ja, dan komen dan een soort hilarische momenten. Dat zou kunnen voorkomen, ja. Daar sta ik niet voor. Maar dan wil ik wel één deal maken met Henk, dat die uitzending niet teruggekeken kan worden. Want ik wil mezelf niet geconfronteerd daarmee worden, zeg maar. Of dat het mijn leven zo lang achtervolgd wordt. Dus dat is dan de enige voorwaarde die ik dan wil. Dus ik ben erg kletserig op het moment dat ik alcohol heb. En dan word ik altijd erg melig. En heel druk. En ik ben al druk. Ja, ik wou zeggen, ik ben nu ook al, ik klets nu al graag. Dus ik heb gewoon medelijden met degene die dan de stro-rum Twitch-uitzendingen. Dat is wel leuk, doen we dat een keer in het weekend. Dat vind ik wel grappig. Wel op een zaterdagavond dan hoor, dan kan ik zondag bijkomen. Nee, ik wil geen. Ik drink inderdaad altijd liqueur 43, omdat het gewoon meer zoet is. En dat vind ik ook lekker, dat kun je ook lekker puur drinken. En toen zei mij iemand, je moet eens Bacardi cola nemen. En toen heb ik een fles Bacardi gekocht. Want Bacardi zelf is heel bitter, maar met cola is het inderdaad wel lekker. Maar nu heb ik dus ontdekt dat er ook Bacardi pineapple is. En Bacardi pineapple is dus niet dat bittere van die Bacardi, maar echt dat zoete van die pineapple. En als je dat dan weer mengt met chaudrons, is ook echt helemaal top. Maar mijn vader, of mijn schoonvader, die had dus uit Oostenrijk stro-rum 80% meegenomen. Als je dat drinkt, inimini met een beetje cola, ja, dan heb je me met 10 minuten gewoon al zingend op de camera. Dus, en dan inderdaad bitterballetjes erbij. Ja, dan kan mijn avond in ieder geval niet meer stuk. Whisky? Oh, ik heb nog nooit gehad, whisky. Ja, zie. Zie? Nou, dan wil ik. Oh ja, ik zou sowieso een keer naar Rotterdam komen. Maar ik durf de uitdaging wel aan. Want ik denk dat ik je eruit kan halen, Bob. Daar wil ik nog wel een weddenschapje op leggen. Bij deze. Ja, Henk zegt altijd: het is ook een soort ontsmettingsmiddel. Zo sterk is het wel, ja. Maar jij bent sowieso van de cocktails maken, dus. Verras me. Ik heb jou wel eens een stream met koken zien maken. Ja, met satésaus maakte hij toen. Maar je hebt ook wel eens een keer, dat weet ik nog wel, ging je een of ander drankje maken met een geklutst ei. Toen dacht ik echt, nou, die is koekoek. Een rauw ei zat er toen in. Ja, je houdt ook wel van gezelligheid, Bob. Dat geloof ik echt gelijk. Welke kleurnummers gebruik ik? Monique, denk ik dat het is. Monique, ik gebruik nummer 62, dark brown. Is dat in beeld? Ik weet het niet. Oh, het spiegelbeeld natuurlijk voor jullie, hè? Dark brown. En dan heb ik nummer 72, beige. En dan heb ik nummer 64, havermout. En nummer 64, havermout is mijn favoriete bruine kleur. Dat is een tijdje geleden. Greet, nou inderdaad, we hadden het er net over. Volgens mij zeker wel drie kwart jaar. Ja, ik drink dus ook 50 om 50. Nee, maar serieus. Dus ik word hier niet. Je maakt me niet. Ik word hier niet nerveus van hoor, Bob. Ik doe ook 50-50. Dus. Al had je amaretto. Ik weet niet wat je gemaakt had. Maar er was inderdaad iets met een rauw ei. Rauw ei. Ja, goed hè, Marit? De havermout. Graag gedaan, Monique. Helemaal goed. Weet je, ik ben zo in mijn kleuren dat ik gewoon wel weet. Hoe noem je dat? Ik weet niet dat welke kleurnummers ik gebruik uit mijn hoofd qua nummering. Maar ik weet wel uit mijn bak welke kleuren ik moet hebben. En ik ben vrij constant altijd met kleuren haar hoor. Ik wijk niet vaak af met huidskleur of haarkleurtjes. Wel met als ik bijvoorbeeld blauwtinten gebruik of zo. Of paddenstoeltjeskleur of zo met rood. Want dat wil ik nog wel eens mengen met de kleuren die ik gebruik.
Maar met haar en huid heb ik eigenlijk altijd wel dezelfde kleurtjes. En wat ik zelf altijd veel doe, is eventjes als ik een lichtere kleur wil doen. Kunnen jullie dat zien? Ja, dan doe ik even wat op mijn craftsheet. En werk ik vanaf daar met een nat penseeltje even het overige gedeelte in. Zodat je toch die overlap mooi krijgt. Dat vind ik zelf altijd het mooist. Zie je dat je echt die. Niet dat het hier in één keer stopt en dan de volgende kleur ziet. Je wil wel echt het verloop mooi hebben. En dat vind ik altijd het handigste om dat op deze manier te doen. Dan gebruik je craftsheet eigenlijk als een soort verfpaletje. Ja, toevallig heb ik laatst een poppetje gehad met blond haar. Oh nee, dat was een meisje, was een vriendinnetje van Marit. En die, ja, die was inderdaad blond. En toen heb ik voor het eerst een blond poppetje. Ik zal even kijken of ik daar nog een foto van gemaakt heb. En dat is ook weer zoiets. Vroeger maakte ik van elk project wat ik maakte, zette ik een foto en zette ik op blog of op Facebook. Maar die fase, ik weet niet, ergens merk ik dat ik. Ja, gewoon vergeten om foto's te maken. Dus ik zou even kijken of dat blonde poppetje nog heb. Maar ik was er best trots op. Nou, ze kan wel tot 4:15 hoor. Ja. 4:15. Ja. Maar help me te herinneren, Monique, als ik de volgende keer stream. Want ik begin altijd met het gezicht. Want bij mij moet het gezicht altijd mooi zijn. Als dat mislukt, dan stop ik sowieso. Als je de volgende keer inschakelt, help me even herinneren dat ik dan, wat er ook gebeurt, een blond poppetje maak. Goed? Dan improviseren we gewoon even wat. Welke kleuren ik zou gebruiken als ik zwart haar zou doen? Oeh, dan zou ik geen zwart pakken hoor. Dan zou ik echt een donkere grijs doen. Oh, dit is een groen-grijs. Ja, dat zou ik dan echt moeten testen op papier. Maar ik zou nooit echt zwart pakken hoor. Denk dat ik deze mooier vind. Dit is mid-grey. En ik heb een hele lichte kleur grijs. Deze, dat is volgens mij warm grijs. Light grey. Kijk, en ik denk als je die mengeling maakt. En die overloop naar originele kleur. Denk ik dat ik voor zoiets zou gaan. Al mag die dan misschien toch wel iets harder. Maar echt zwart? Nou, dat is hard hoor. Dan zou ik nog dark grey doen voor de extra. Zie je dat? En dan alles weer met die lichtste. Ik denk als ik echt een poppetje met donker haar zou doen, dat ik echt een grijs tintje zou pakken. Heb ik dat nog nooit gedaan hoor, zwart. Ik heb nummer 95, dark grey was dat. Mid grey, 96. En 91 light grey. Want dit was groen-grijs. Die vond ik niet mooi. Dat was die. Ja, maar dat vind ik ook hoor. Nee, ik zag. Mirjam, ik zag geen blauw haar doen hoor. Alhoewel, mijn dochter heeft nu een blauw plukje in haar haar. Het is helemaal hot hoor. Onder de YouTubers, mam. Sorry hoor. Ze wil heel graag een blauw plukje in haar haar. Zo gut. Oh, sorry Monique. Ja, als ik jou zie, dan zou ik er ook proberen aan te denken. Goed? Nou, wat ik wel altijd doe, hè, maar dat weten jullie ook wel nog wel, denk ik. De huidskleur of de haarkleur ook altijd in de kleur van de schoenen. Sorry jongens, ik vind het heel vervelend, maar ik ga echt de lamp even aandoen. Ik zie echt heel slecht. Zo is het voor mij wel even iets duidelijker. Ja, post-it bij mijn camera hangen. Maar alsof ik hier niet post-it zat heb. Man, ik heb een partij rommel liggen hier voor me. Echt waar, morgen Black Friday op het werk. Bij mij op het werk is het morgen ook Black Friday. Iedereen, en volgens Henk was het, want die zei gisteren als stille hint, ja, maar de Mediamarkt heeft vrijdag ook Black Friday. Ja, schat, prima. Ja, dat wordt een chaos, ja, alle cocktails voor €5. Het is dat je ver uit de buurt woonde, maar anders was ik gekomen. Nee, niet onbeperkt cocktails drinken, dat is nog leuker, maar alle cocktails. Wat wordt nou het meest verkocht qua drank? Ja, bier, dat begrijp ik. Maar qua likeurtjes, wat is een populaire likeur? Coolblue heeft ook. Ja, tuurlijk heeft Coolblue ook. Oh, die heeft Blue Friday. Die is wel leuk.
Hey, Swaggly. Dat is leuk. Jij hoort bij Bob, hè? Leuk dat je even komt kijken. Nou, ik ben niet aan het. Ik heb niks met Black Friday hoor. Ik bedoel, ik heb niks met de mediamarkt. Ja, op mijn werk is het leuk, want dan kan de winkelier heeft dan bepaalde acties waar die. Volgens mij doen we ook al echt allemaal zwarte dingen in de Black Friday. Dus iets wat met pieten of zo te maken heeft, zou dan in de Black Friday komen. Volgens mij hadden we het zo gedaan. Toch wel likeur 43? Oh. Ik had niet verwacht dat ik zo standaard was, weet je dat? Dat vind ik dan weer een beetje jammer. Oké. Ja, ik weet jou nog wel van de streams van Bob hoor. Dat jullie met z'n allen daar 24 uur aan het game was. Dat ik midden in de nacht even kwam kijken om 1 uur of wie nog wel er waren. Jullie waren gewoon doodleuk pizza's aan het bestellen. Nee, een vriend. Bob heeft een heel lief vriendinnetje. Althans, ik weet niet of je nog steeds dat lief vriendinnetje hebt, maar vorig jaar heb je nog voor me gezongen. Ook dat kwam ik laatst nog tegen op video op mijn computer. Nee, ik heb verder ook niks nodig van Black Friday hoor. Kost alleen maar geld. Ik ben net, maar het is zondag jarig. We hebben net een verjaardagscadeau voor haar gekocht. We zijn naar de. Bij ons hebben we ze een soort skillerwinkel waar ze ook racefietsen verkopen en schaatsen en zo. En hebben wij originele rollerblade skates gekocht voor haar. Rolschaatsen skates, hè, van die. Maar het is erg iemand die altijd graag een activiteit doet en is gek op buitenspelen. Dus toen dachten we, nou dan kopen we goede skates voor haar. En dan die kun je dan verstellen van maat 33 tot maat 36. Dus daar heeft ze echt voorlopig wel wat aan. Want ik vond het best wel kostbaar voor een stelletje skielers, maar. Dus als die nou in aanbieding waren geweest vanmorgen, maar helaas. Maar Maretje wordt alweer 9, dus dat gaat alweer zo hard. En dan doe ik weer even wat op de zijkant van mijn craftsheet. En het overige gedeelte kleur ik vanaf daar dan in. Ah, echt niet? Wat jammer. Nou, jullie hadden toch wel een hele tijd, toch? Zo jongens. Dan heb ik in ieder geval mijn basis klaar. Nou, ondanks dat ik geen zicht had net goed, heb ik redelijk gekleurd. Hier een beetje net even iets te buiten, maar ik knip er toch uit, dus dat is niet zo erg. Ja, dat bedoel ik dus, hè. Jullie waren echt heel langzaam, ja. Ja, ik ga inderdaad ook afsluiten. Eten koken met zuurkool, dus die mag lekker opgebakken worden, want we hadden al zuurkool gemaakt, dus dat is wel makkelijk. Hier ook weer een vrijgezel in huis, ook bijna 4 jaar. Ja, dat is allemaal niet vanzelfsprekend. Nou, ik vond het leuk dat jullie even kwamen kijken om te testen of alles het goed deed. Ik ben ook blij dat het, volgens mij had Henk het spiegelbeeld ook, ja, had ook al aangepast, dus helemaal top. Ik vond het leuk dat jullie er waren. Ik heb geen idee wanneer ik er weer ben, maar ik weet in ieder geval, alles doet het. Dus ik kan hem aanschieten wanneer ik wil. Ik geef dat aan op Facebook. Nou ja, de mensen die Twitch ingelogd zijn, krijgen automatisch mail volgens mij. Of moet je even aanvinken. En ik zou zeggen, eet smakelijk voor straks. En tot heel snel weer. Yes? Helemaal goed. Fijne avond. Werk ze, Bob. Dit weekend. Doei doei! Oh, zelfs hier moet ik nog even denken. Hoe deed ik dat ook alweer?
Dan moet ik jullie weer uitzetten.